De Hagenaar die zaterdagochtend vroeg werd neergestoken in Delft is overleden. Het slachtoffer is een man van 22. De Hagenaar werd gestoken bij een vechtpartij in een huis aan de Van Kinschotstraat. Hij werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Na de steekpartij werden 7 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat hun betrokkenheid is. De gemeenteraad van Zoetermeer wil een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om Manege Oosterheem open te houden. De meerderheid van de raad is van plan om binnenkort een motie hierover te ondersteunen. De manege moet op 1 juni dicht, omdat de paarden er alleen tijdelijk mochten staan. Volgens de stalhouder kunnen de dieren dan nergens anders heen. De kogels waarmee Willem van Oranje is omgebracht kwamen uit een ratpistool. Het museum Het Prinshof in Delft, waar de vader des vaderlands ruim 4 eeuwen geleden werd doodgeschoten, bezit nu zo'n wapen. Daarmee is een flinke stap genomen in het onderzoek naar de eerste Nederlandse politieke moord met een vuurwapen. Zaterdag presenteert het museum de resultaten van dat onderzoek. De hyacinten komen dit jaar door het warme weer vroeger uit dan andere jaren. Hierdoor kunnen de bloemen waarschijnlijk niet meer worden gebruikt voor het bloemencorso op 21 april. Het corso zal dan in plaats van hyacinten meer tulpen moeten gebruiken. Normaal is de hyacint de meest gebruikte bloem.